einde van vandaag. Ik heb een Blondie en Boris les. Ik weet niet hoe het vandaag gaat. We zijn klaar op middel voor nu. Elisa komt nog even om vooral te poetsen en in de molen te zetten. Christine moet straks haar dek op, dus we hebben er nu even lekker zonder dek laten staan. Ja. Dan gaan we nu naar de Arkhoeven. Hallo, hier is Kier. Kier, zeg eens hallo. Hallo. Blondie heeft hier een uitbarsting van haar op haar hoofd. Het wordt vandaag eens tijd om even haar hoofd goed te kammen, net zoals alles. Zo, ik heb Blondie opgezadeld en lekker met haar gekroet. Daarna had ik een beetje haast, want ik had 25 minuten met haar gekroet. Blondie die had heel veel kriebel aan haar oortjes. Ik ga nu naar de buitenbak toe, heb ik zo les vandaan. Zoals iedereen weet heeft de KNS alle evenementen afgelast tot 31 maart. Nu hadden we hier morgen een KNS-wedstrijd gepland staan. Die gaat dus ook niet door. Wat hebben we dus nu gedaan? We maken er eigenlijk een beetje een clinic-achtig iets van. Om dus te zorgen dat we niet iedereen op één moment naar de manege halen, maar juist verspreid over de hele dag. We zetten gewoon de witte hekjes neer van de wedstrijd. En ik ga zelf boven zitten. Als jury, ik heb nu hele coole ideeën allemaal erover, maar wie weet, morgen in het hokje sla ik wel helemaal dicht. Ik vind het zelf ook vooral heel fijn om te zien, niet alleen bij Tess, maar ook bij andere lesklantjes, dat hun dus eigenlijk de proef rijden. En dat ik daarin ook kan zien wat er gebeurt als ze tussen de witte hekjes rijden. Dus ik heb ook tegen allemaal gezegd, denk even bij jezelf goed na, wat vind ik het fijnst? Vind ik het fijn om helemaal in een witte dekje, witte broek, helemaal in de knotten te gaan? Dat ik echt doe alsof het een wedstrijd is en dus misschien ook een beetje die spanning. Of kan laten afvloeien omdat ik maar boven in het hokje zit. Of denk je, ik wil eerst gewoon tussen die witte hekjes lekker gewoon eens mijn proefje daar rijden. Dan kom je gewoon lekker in je normale kleren, lekker zo'n banen door de war. Sorry. Wel met een knotje door de war. Dat ga ik wel doen. En maakt niet uit in wat voor kleur je komt. Dus ik ga Blondie wel. We hadden sowieso vandaag in de planning staan dat ik Blondie en Boris eerst even rij. Ja. Even voelen hoe het is. En dan kunnen we dat weer samen met Tess oplossen. Ja. Ja, kunnen we daar met Tess weer verder op in. Ondertussen. Daar moeten we eventjes foto's maken van iets over het hek heen. Blondie is een mooi opstapje ervoor. Daar gaat Daan. Tijd voor een dramatisch muziekje. Nu weer terug naar Tessa. Nou, ik was eigenlijk wel heel tevreden over Blondie. Wat ik merk wat Blondie nog het moeilijkste vindt, eigenlijk in alles, is gewoon een beetje het net even het wachten. Ze doet wel heel goed haar best, maar net zover als dat ze het zelf leuk vindt, zeg maar. Is helemaal niet erg. Dat is gewoon weer een soort nieuwe fase in de training. Dus daar gaan we gewoon weer een beetje werk aan besteden. Ja. En alles aan de voorkant, wat zeg maar gebeurt, wat je liever niet zou willen, moet je corrigeren met reactie aan je been. Zo. Daar ja. Been lang, Tess. Zo ja. En recht. Niet te veel links-rechts in je hand. Zo, twee ringvingers, twee benen en dat is het. Maar die linker mondhoek die moet je een beetje naar beneden duwen. Dat is heel goed. Opletten, niet te veel die neus naar rechts. Aan je rechterbeen, linker mondhoek naar beneden. Zitten, zitten. En je gaat door met je werk. Niet aan het been is. Ja. Dus zij gaat dus niet zo hard houden. Waardoor ze scheen. Zij moet leren met haar buik in. Halt. En dan is het aan de voorkant ook veel makkelijker. Ja. Maar als zij natuurlijk een beetje denkt. Ja, dan kan je bijna niet met je hoofd naar beneden. Ja. Doe maar eens zelf. Doe je rug maar eens hol maken. Hoe makkelijk is het nu om je kin op je borst te doen? Maak hem dan eens niet overdreven. Maar een beetje. Doe je navel dan eens intrekken. Je navel naar je ruggengraat en doe dan eens je hoofd naar beneden. Is, dat doet minder zeer, hè? Ja. Dat is voor haar ook. Ja. Als zij natuurlijk zo hard houdt, ja, dan moet ze wel scheef. Want dan is het niet zo makkelijk. Ja. Kijk, ik zeg natuurlijk bij jou doe je kin op je borst. Dat willen we van haar natuurlijk absoluut niet. Maar even
wanneer het voor jou makkelijk is om je hoofd naar beneden. Dat is voor haar ook makkelijk. Dus als jij met je benen aan voorwaarts blijft denken en halt houdt, is het makkelijker om te zakken. De les is nu voorbij. Het is vandaag zondag. Ik sta in Verona haar box. Zonder Verona, want Verona is aan het instappen, want we hebben vandaag niet heel veel tijd. Want vandaag heb ik met Boris en met Blondie een oefenwedstrijd B. Vind ik best spannend. Mijn moeder gaat Verona rijden, daar staat ze nu ook op in de stapmode, dat ze alvast in kan stappen. Dan stapt ze ook weer uit in de stapmode. Na 5 minuten zit mijn moeder er al op. We hebben even snel opgezadeld. Mijn moeder kan nu gewoon lekker een uurtje rijden. Zelfs nog wel langer als ze dat wil. Ik ga even hooi doen en even wat voor Verona maken. Want ik denk dat ze vandaag wel braaf gaat doen. Tijd om te gaan rijden. Is klaar met rijden. Ze doet de bak uit. Ik ga even aan haar vragen hoe het ging. Ik moet wel achter haar aanrennen. Het gaat erg hard. Hoe het ging, ja. Dat is een goeie. Ze heeft veel energie, wat natuurlijk super gaaf is voor een bijna 18-jarig paard. Volgende maand wordt ze 18. Geen rem meer op, geloof ik. Geef niet. Liever zo dan dat ze in de lappenmand is. Maar ik merk wel dat het heel veel energie kost. Ze heeft ook heel veel energie, wat op zich natuurlijk ook perfect is. We hebben de voer al ietsje teruggeschroefd, maar ik wil ook niet te veel in één keer doen. Omdat ze nog heel snel afvalt. Het was wat, ja, duidelijk aangeven wat ik wil. En niks pikken. Dat doe ik niet heel vaak. Maar ik heb ook niet zo heel veel zin om met macht 3 door een bak heen te gaan. Dus ik heb besloten dan gewoon maar zero tolerance te hebben. En dat betekent dus bij alles wat niet goed gaat, direct uitleggen wat je dan wel wil. En wil je na 1 keer zacht vragen en niet luisteren, dan vraag ik nog een 2e keer iets duidelijker. En wil je dan nog steeds niet luisteren, dan geef ik het heel duidelijk door. Dat is natuurlijk mega sterk, dus dat is niet heel simpel. Dan gaan we even snel afzaden, Verona in de molen, alles opruimen en dan gaan we naar de Arkhoeve. Ik dacht, omdat het vandaag een oefening is, ik ga een knotje maken, de voorpluk. Maar ik had gisteren ook al een knotje gemaakt. Blondie's voorpluk is heel eigenwijs. Dus die gaat gewoon alle kanten opstaan. En nu heeft ze een vetkuif. En daar is Blondie met een vetkuif. Ik krijg het ook gewoon echt niet weg. Help. Tijd om met Boris te gaan rijden. Nou, de camera staat boven. Dus even met de telefoon. Ondertussen verlopen gewoon aan buiten rijden op Boris. Aan het losrijden voor, nou ja, het is niet echt een kliniek, maar meer je proef oefenen. En dan is van de jury. Zo voorkomen ze dat alle mensen tegelijk op hetzelfde tijdstip willen rijden. Dat is eigenlijk heel slim. Maar natuurlijk ook met Blondie. Het ziet er wel netjes uit. De proefjes zie je volgende week zondag. Het is nog heel even wachten. Ik heb vandaag 2 wedstrijden gehad. En het ging best goed. Ik weet alleen van mijn tweede proef met Blondie weet ik mijn punten. Dat zijn er 202,5. Daar ben ik echt super blij mee. En het was natuurlijk een oefenwedstrijd. En ik ben nog tweede geworden. Dus ik heb snoepjes en een knobbel van de Horstdorf. Super blij mee. Ik ben nu aan het vegen, want anders moet ik netjes achterblijven. Nee, ja. Vandaag is de eerste lockdown dag en we zijn op de manege. Maar hier worden de regels echt heel goed in acht genomen. Kijk even achter mij hier. Kijk, iedereen is gewoon aan het hangen. Maar er zit meer dan 1 meter tussen. Meer dan 1,5 meter. Ja, maar er zit wel meer. Dat is denk ik wel 1, misschien wel 2, 2,5 meter. Dus dames, jullie zijn echt goed bezig. En wij zijn op Middenhof nu even gaan de paardjes in de molen en in de paddock zetten en afstand houden van iedereen. Dus praten doen we nu ook op langere afstand. Vlog op langere afstand. Nee hoor.
Daarna gaan we even naar de Arkenhoeve, daar de ponies doen en een unboxing doen. Die gaan we gewoon maar live doen. Dan hebben jullie iets om naar te kijken en wij iets om te doen. Als ik wil dat ze flinkt, wat ze dan doet, is ze gaat happen. Dus ik denk dat ik er beter eerst kan leren praten en daarna pas. Kijk. En deze is toch goed? Kom eens, mami. Dan zullen we het wel goed doen. Goed zo. Het is nu tijd voor Boris. Ik ga even nog een wandelen en oefeningen doen. Misschien nog een beetje poetsen, alleen hij is meestal wel heel schoon. Afstapje. Ik ben inmiddels op de volgende maandje. Vroon staat al in het paddock. Oh, die is lekker aan het rollen. Nou, oké, die staat weer op. Ik ga met Vroon aan de slag. Ik ga freestylen vandaag. En ik hoop dat het een beetje goed gaat. Want gisteren was het een beetje melig. Of weet ik niet wanneer dat was. Maar zoals toen, een beetje melig. Ik weet ook niet hoe dat kwam. Ja, Roon, je zit me al aan te kijken van, oh nee. Het gaat echt gebeuren. Vroon zit weer lekker op stal. Ik loop nu naar de parkeerplaats toe. Want daar ga ik even op mijn moeder wachten. Want het is 6:15 geweest. En 6:15 zou ze er zijn. Ik weet niet of ze er nu is. Goed, en ik ben samen met Rick op weg naar dierenfaculteit dierengeneeskunde. Van Utrecht. In Utrecht in ieder geval. Daar gaan we Alice heen brengen. Die wordt geopereerd voor, ja, ik zou zeggen, cordage. Alleen dat kunnen ze in de hondentaal niet. Of in de hondengeneeskunde. Dus dan noemen ze het verlamde stembanden. Alice kan natuurlijk niet zo goed meer ademen daardoor. Zo erg zelfs dat ze niet meer normaal uitgelaten kan worden. Dus we hebben gekozen voor de operatie. Omdat die een grote kans van slagen heeft. 87%. Dus dat willen we natuurlijk even proberen. Wat wel heel fascinerend is, is dat de koliekoperatie van Vrona net zo duur is als de stembandoperatie van Alice. Ja, dat jullie het weten. Dat is niet goedkoop. Maar goed, we gaan nu naar Utrecht. Daar gaan we niet filmen. Dus ja, we vertellen als Alice terug is hoe het met haar is. Hoi hoi, dit is Alice. Alice, moeder zit hier naast me. Alice die is klaar met de operatie. Het ging super goed. En ze was zelfs zo blij wakker dat... Nou, ze was zelfs zo blij dat ze wakker werd. Dat ze helemaal hyper werd. Dus daardoor moest ze nog even iets. Waardoor ze iets rustiger werd. Tess is in recordtijd opgezadeld. Alleen iemand heeft mijn hoofdstel uit elkaar gehaald. Ja, dat moest ook even, want we gaan zo meteen een challenge doen live op het kanaal van de Arkenhoeve. We gaan eventjes, nu gaat ze eerst rijden en daarna die challenge doen, want om 4:30 moet ze in de kantine zijn, klaar en wel. Nou, op de Arkenhoeve hebben ze een heel rooster samengesteld, dus je hebt een bepaald tijdstip waarin je op de Arkenhoeve mag zijn om je paard te doen. Tess heeft 2 blokken, omdat ze natuurlijk 2 ponies doet. Blok 1 is nu met Boris. En straks blok 2 is zometeen met Blondie. Wel heel rustig nu. Dus dat hebben ze goed gedaan. Jongens, ik vind het veel te lang duren. Ze zijn bezig met make-up en aan het praten en we gaan over 12 minuten al live. Nu! Is dat die licht? In...
Goed, livestream gedaan op de Arkhoeve. Tess heeft Blondie gefreestyled en Boris ook, want ze voelde zich niet helemaal fit. Nu nog even op Middenhof om Verona de deken te wisselen. En dan zit de dag er weer op. We zijn in de buitenbak bezig en Daan die kijkt veel naar video's van de regisseurs to learn, Bastiaan de Red. En die is nu met Cas even bezig, ik weet niet waarmee, maar gaat even aan haar vragen. Ik ben nu in eerste instantie, omdat ik net begonnen ben, even een goed soort afstemming aan het doen. Want Kasmeer dramt nogal graag een beetje door me heen. Dus ik doe iedere keer even wegstappen en halt, wegstappen achterwaarts en weer wegstappen. En dan dat hij even goed op mij let. En dan ga ik daarna een stukje schoudervorm wijken doen. Gaat lekker, gaat goed, dus dat is fijn. Er zijn allerlei maatregelen waardoor ze natuurlijk niet te lang en niet te veel kan rijden. En je mag anderhalf uur per paard met één iemand hier zijn, tenzij je onder de 18 jaar bent. Dan mag je wel een begeleider meenemen. Net als Daan ook even in de bak met Cas, zoals jullie gezien hebben. Die ging eventjes aan de hand oefenen en erop. Ja, zo meteen gaat Tess zich op de school inschrijven. Dus Daan heeft Blondie vandaag al gereden. In de weekvlog kan zien van de Arkenhoeve. Ik zal hem even linken. Dan kun je die ook zien. Ja, hebben jullie dat nou ook? Je mag nergens meer komen als je moet hoesten of niezen. Ik hoef helemaal niet te hoesten of te niezen. Alleen bij de gedachte dat het niet mag, krijg ik een kriebel in mijn neus of jeuk aan mijn neus. Hebben jullie dat ook? We zijn lekker live geweest, best wel lang. Zal ik ook even linken. Dan kan je zien Tess en Cas in de bak en dat ze gingen opzadelen. Allemaal netjes op afstand natuurlijk. De twee livestreams zijn voorbij. We zitten alweer in de auto. Blondie is vandaag gereden, Boris is vandaag gereden. Boris ging eigenlijk best wel heel erg goed. Blondie, daar heeft Daan op gereden zonder zadel. Echt super gaaf. Ja, het ging heel erg goed. Het was leuk om de livestreams te doen. Ik merkte dat jullie het heel leuk vinden om paardjes live te zien. Dus misschien moeten we dat wat vaker doen. Ja, dat vind ik inderdaad ook wel heel erg leuk. En nu al helemaal met coronavirus, dat jullie ook iets te doen hebben. En misschien iets voor afleiding, dat zou ook wel heel erg fijn zijn. Vrijdag vandaag, Tess is hier met mij. Ik ga even aan de hand werken met Verona. Dat heeft ermee te maken dat met twee maneges en sluitingstijden en corona en alles bij elkaar, we gewoon ontzettend ja, we zijn een beetje last gaar. En gaar zijn. Ja, ook heel erg moe. En ik heb vandaag 10 kilometer gefietst. Yes. Ja, want ze werkt op de zaak. Dus al met al is het een beetje raar. Maar de eerste week zit er bijna op. Tess is nu een week thuis van school. Ja, die werkt dan voor school op de zaak, zoals we dat dan geregeld hebben. Zodat je toch een beetje weinig afleiding hebt, laat ik het zo maar zeggen. Hoe is jullie eerste week in semi-quarantaine gegaan? Het is inmiddels 2 weken. Nee, het is de eerste echte week dat we een soort... Ja, klopt. Alleen voor hun is het nu de 2e week. Oh, dat is waar. Dat is waar. Ja, het is een soort lockdown, een beetje. Toch niet helemaal. Ik ben benieuwd hoe het jullie vergaat. Laat het in ieder geval even weten. Ik moet zeggen dat ik heel erg moe ben. Ja, ik denk dat het door de aanpassingen komt, maar ook omdat natuurlijk Alice geopereerd is. Dus het is gewoon een beetje een bijzondere week. Nou, we hebben dat aan de handwerker gedaan en we hebben nog eventjes gefreestyled in galop en zo. Oh, even wachten, vrouw. Zo, dus dat is weer gedaan. Dan gaan we nu naar Arkhoeve voor de andere twee. Wat ga jij doen? Eentje rijden en eentje freestylen. Wat jij wil. Ja, iets in de richting. We gaan naar Arkhoeve. Ik ben hier met Blondie. Om jullie iets te vertellen,
Want ik wil een aanvulling geven op gisteren. Want toen ging ik vertellen dat ik naar school ging en me in ging schrijven. En ik ben aangenomen. Dus ik ga officieel naar de middelbare school waar ik heen wil. En Blondie, ben je daar blij mee? Mij wel. ik ga vandaag ook zonder zadel rijden met Blondie. Want gisteren heeft Daan op haar gereden zonder zadel. En ik dacht, nu is ze nog een beetje in de flow. Dus dan kan ik het ook een keer proberen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het gaat. Ik ga wel buiten, Daan ging binnen. Nou, we hebben net een uur gelivestreamd, dus wil je meer van het buitenrijden zien, dan kan je dat op de livestream zien. Tess wil graag nog even galopperen, dus vindt het ook wel een beetje spannend. Dus dit ziet er wel heel netjes uit. Niet helemaal rustig, ik zou de benen wat langer mogen houden. Maar het is ook niet simpel. Niet te sterk met je handen, Tess. Door. Goed zo. Je had hem.